Chevenati's pizza refit. Was vanmorgen zelfs lichter dan gisteren. Terwijl ik wel 3600 calorieën op heb, maar zo'n hoop vocht zijn het kwijt is. Toen ik wakker word, had ik nog wel van strepen in mijn schouders staan en zo, dus er kan nog een hoop vocht uit. En nog niet naar de wc geweest, hè. Dus dat. Ik denk dat mijn werkelijk gewicht nu rond 96 zit of zo, maar dat gaan we wel zien hoe dat loopt. Zometeen eerst even werken aan de vlog van zaterdag. En dan lekker aan het werk verder. Hele dag. Vlogje van zaterdag aan het maken. En door die pizza gisteravond nu echt weinig honger. Dus ik heb nu alleen even glas water op. Pak zo denk ik even 20 of 30 gram whey nog. En dan ga ik pas eten als ik honger heb. Dat scheelt me de rest van de dag ook best wel wat. Moet ik even kijken hoe laat ik ga trainen. Uiteraard voor trainen wel even wat te eten, maar dat zien we zo wel. Mijn eerste voedsel vandaag en tegelijkertijd mijn pre-workout meal. Over 1,5 uur trainen denk ik. 50 gram vis, 20 gram walnoten. Of tenminste, het is dus in totaal 80 gram vis of zo, want dit is bereid. En bonen. En Lot had zo nog iets van een fluff of een halve portie. En ik neem zo nog een klein shakey. Daar is die, deze keer met aardbei. Ja, aardbeien bosbeis. Jij. Onderweg naar de gym. Lopend, uiteraard. Is toch weer in totaal 40 minuten cardio hebben we die vast gehad. En deze doet gezellig mee. Want die voelt zich fucking lullig over de laatste 2 dagen. Gisteren was nog helemaal niks, want eergisteren heeft zij, vertel. Taart gegeten. Ja, dekt de lading niet echt. Heel Maar veel taart gegeten. dekt hem nog steeds niet En echt. borrelnootjes die ik nog steeds proef. Ah. Maar echt super lekker. Nee, eergisteren was het bruiloftsfeest van Thomas en de oom van Nederland. En ik moest helaas zowel vrijdagavond als zaterdagochtend werken, dus ik was er niet bij. En los van uiteraard de gezelligheid en zo ben ik er heel blij mee dat ik er niet bij was. Als ik de verhalen hoor wat er allemaal naar binnen is gepropt. Dat was echt heel veel goed eten. Dus dat was Anders had mijn ik niet zoveel gefroten. prep niet te goede gekomen. Maar ik denk dat Lot, nou, als ik denk dat niet eens erg overdrijf als zij die avond meer heeft gegeten dan ik in die 3 dagen ervoor. En dat is niet eens een grap. Ik heb voor jou gegeten. Ja. Op eigen dag. Maar zometeen dus even borsttrainen. Gisteren rug gedaan. Ik pak nu even borsttriceps. Morgen ga ik benen doen. Overmorgen rug. En woensdag borst met Camille. Dus zo ziet mijn week de komende dagen er een beetje uit. Dan weten jullie dat vast. Kijken of ik een beetje aan het plan kan houden. Zo, oh. Training klaar. Nu weer terug naar huis lopen. Tot zover, het is nu 1 uurtje of 4. En Lotte en ik zitten allebei nog ver onder de 1000 calorieën. Dus wil je dat is weten veel. Hoeveel ik heb gegeten? Nou, 374 calorieën. Oh. Ik niet heel veel meer, denk ik. Dus dat betekent dat we zo weer naar de pizzeria. Nee, grapje. Oké, even oversteken. Beetje zon als ik nou aangereden word. Van alle honger die we lijden. Training ging wel oké. Het was echt fucking druk, dus super was het niet. Een beetje behelpen met oefeningen en zo ook. Shapeje was wel lekker. Ik heb in ieder geval borst en triceps getraind, maar ik pleur even wat shapefotootjes tussendoor. Gaat serieus wel lekker nu. Dus die pizza is een keeper, denk ik. Ben je eens? Yes. Post-workout meal, 2 crackers met slanky hete peper, 2 met slanky komijn en eentje met appelstroop. Overal 15 gram op, dus valt best mee qua calorieën. Lotte heeft net een mugcake gemaakt en ik ga hem proberen. Hij is nog heet. You like it? I want another. Shape gaat best goed.
lijnen op obliques worden al beter. Nu de rest nog. Wat gaan we eten? Quesadillas met tonijn. Klinkt buitenlands, het is vast lekker. En Lotte heeft enchiladas. Quesadillas met kaas, tonijn en spinazie. En smeerkaas gemaakt. 600 calorieën, iets van 50 gram eiwit. Lotte heeft een caloriearme taart gemaakt. Dit is het hele stuk. Is maar 300 calorieën. En voor het recept gaat ze binnenkort video online zetten. Fucking lekker. Ja. En uiteraard doe ik zelf ook nog wel iets. Dit is heel mager gehakt. Of eigenlijk gewoon een gemalen biefstuk. Van 125 calorieën per 100 gram of zo. Dus. Alleen het is nog niet helemaal ontdooid. En dat vlees doe ik even in een salade. Voor Lotte en voor mij. Agurkenkappertjes en zilveruitjes. En dat vlees is zometeen. En dan. En hier een maaltijd van. Met een beetje mosterd erbij trouwens. Rond de 250-300 calorieën. Bijna 50 gram eiwit. Dus echt super nice. En ongeveer een halve kilo voedsel. Jee. Net nieuwe dieet binnen. Vanaf morgen ga ik volledig op schema en niet alleen mijn macro's en mijn calorieën laten checken of laten kloppen, maar echt alles volgens schema volgen. Dus vanavond pak ik nog een beetje naar vrije wil. Ik ga nog even een mukcake maken van banaan en ei. Nou, we gaan het zien. Brinta, zoetstof, een ei, een banaan. En hij is echt heel erg goed. Mislukt, maar wel lekker. En mijn laatste eten vandaag. Ik heb zo even zo'n dingetje in elkaar gedraaid. Extra schep eiwitpoeder bij, dus het is nog best wel voor mij 200 calorieën. Waarvan 35 gram eiwit of zo, dus best nice. En nu ben ik echt weer helemaal terug in mijn oude prepgevoel. Even een stukje lopen, vandaag best een hoop werk gedaan. Ik wou eventjes mijn kop leegmaken. Een frisse neus halen. Op andere manier best wel zoveel zin in vreten, hè? Dus. Maar even daaruit. En gewoon. Ik zou thuis komen even douchen en dan pitten. En morgen gewoon weer helemaal strak op schema klaar met gezeik. Ik merk toch wel dat ik dus door die pizza van gisteren, ook al was dat gepland, dat het daarna toch best wat lastiger is dan ik dacht en had gehoopt om weer op schema te gaan. Dus volgende refeed wordt gewoon met een normale meal en niet met uit eten.